Ja, hij doet het. Ah, altijd als ik even een livestream wil doen, ik weet niet waarom, maar dan loopt hij eerst echt 3 keer vast. Anyway, we are here. En ik wilde even een verhaaltje doen, even delen over de Joni. Maar het waait echt super de pupo hard. Ik ben in mijn bosje bij mijn favoriete boom. En het waait best wel. Dus voor de mensen die nu kijken, wil je even vertellen of je mij een beetje kan horen? Of dat je echt denkt, oh my god, die wind is te hard. Het gaat echt niet werken. Chris, doe maar later. Als je dat even in een comment wilt delen of even een duimpje wilt doen. Zo van, nee man, het is goed. We horen jou. Wind maakt niet uit. It's all good. It's all good. Dus laat het even weten alsjeblieft als je kijkt. Help me out, please. Ja, yeah, it seems to be good. Ik zie 1 duimpje. Echt serieus. Kijken er 10 mensen. 1 iemand doet een duimpje. Altijd zo frappant, hè, met mensen die kijken. Heel veel mensen willen dan zo stiekem een beetje meekijken. But life is about participating, my loves. Oké, grapje, sorry. Hij is gewoon heel traag. Gert-Jan, je bent goed te horen. Anneke, het is oké. Oké, Anneke. Awesome, awesome, awesome. Dus ik wilde alvast even heel kort iets delen over de Joni, Miss Joni Pony. Want ik heb straks natuurlijk om 2 uur met Anneke, de livestream in onze Shapeshift groep. Vrouwengroep waarin het allemaal gaat over vrouwenpower, vrouwelijk leiderschap, vrouwelijke seksualiteit. En dus ook over de wijsheid van de baarmoeder en van onze lieve Joni Pony. En voor degenen die niet weten wat een Joni is natuurlijk Sanskriet voor onze lieve vulva, vagina, kutje, pussy, however you like to call it. But wij noemen het graag de Joni, want dat is de naam, de term voor de sacred space die het eigenlijk is. En zoals jullie misschien weten, oké. Welkom bij mijn presentatie over de Joni. Zoals jullie misschien weten, ben ik echt al 10 jaar of zo, als het niet meer is, bezig met tantra, met heilige seksualiteit, priesteresopleiding. Bladibla, this is the story of my life. Weet je, hele van het gevoel van misbruik, hele van de diepe pijn die we allemaal dragen in ons lieve vrouwenlijf. Pijn in seksualiteit die mannen ook dragen trouwens. En daar heling in vinden en daar helderheid in vinden van wat is nou heilige seksualiteit? Hoe kan intimiteit weer heilig zijn en vervullend zijn? En in die 10 jaar ga ik zo steeds door die cyclus heen. En ik ervaar het als een soort van spiraal van groei. Dus waardoor bepaalde thema's als een rode draad door mijn leven lopen. En in het begin dacht ik, nee, moet ik hier niet al een keer klaar mee zijn? Waarom voel ik nog steeds dit of dat? Maar nu weet ik inmiddels na 10 jaar van, oh, oké, this is what I came here to do. Dus ik ga gewoon steeds, ik kan het ook als een lemniscaat zien. Wee! Steeds door die onderwereld nieuwe parels, nieuwe wijsheid ophalen. En dan wee, mijn levenswaarde delen met de wereld. Dus ik ken die uiterste heel goed in seksualiteit en intimiteit. Ik ken de diepe, diepe pijn van het misbruik, van het wantrouwen, van niet in staat zijn tot vrijen met iemand. De pijn in mijn joni, de blokkades, de armoring, zoals dat tegenwoordig zo mooi hip heet. En ik ken ook de totale vrijheid. Ik ken het als mijn joni helemaal zacht en open is en echt haar ervaar als een heilige poort naar de kosmos en diepe tantrische seks. Er staat zelfs een filmpje op YouTube waarin ik een filmpje maak huilend van, het filmpje heet geloof ik Fucked Open to God of zoiets. Moest je maar even kijken, is heel lang geleden. Maar heel schattig. Dus ik ken die beide kanten, weet je. Maar ik voel nu dus weer, oh my god, weer. Alles krijgt gewoon steeds diepere lagen, diepere lagen, diepere lagen. Dus ik zak nu weer zo even zo in een diepere laag van waar hebben we het nou eigenlijk over? In die collectieve shifts, die heling van onze seksualiteit en van onze Joni. Dus nu specifiek heb ik het daar even over de vrouwelijke seksualiteit. Maar dat is natuurlijk direct verbonden met de mannelijke seksualiteit. En dieper waar ik dus meer in zak is dat ik zelf dus ook steeds meer die verantwoordelijkheid kan voelen en kan nemen. En what to say. Een steeds diepere verbinding ervaar met mijn Joni, met mijn baarmoeder. En daar steeds dieper respect voor kan hebben. En nu gaat het nog harder, waar horen jullie mij nog? Steeds meer respect voor kan hebben dat het gewoon, het is geen grap, weet je. Het is geen lief, schattig uitspraakje van, oh, de Joni. We noemen haar een Joni in plaats van een kutje. Nee, we noemen haar een Joni because she is a fucking Joni. En het is niet een leuk, spiritueel, zweverig dingetje van, de Joni is, zoals ik het altijd zeg, een gateway naar
to heaven. A gateway to heaven. Letterlijk, de yoni is een poort naar de hemel. Naar de andere zijde. Naar het ervaren van diepe bliss. Goddelijke extase. En de baarmoeder, letterlijk, is in staat tot creatie. De baarmoeder kan nieuw leven scheppen. En de baarmoeder is dus die poort waardoor een nieuw leven hier op aarde gemanifesteerd wordt. Dus die incarnatie van hemel naar aarde. Tussen hemel en aarde zit altijd een poort. En die poorten kunnen het vele poorten zijn. Weet je, je kunt via transdance kun je door die poort. Via ayahuasca kun je door die poort. Maar dus ook via de wind. Via seksualiteit kun je door de poort. En de baarmoeder is dus letterlijk zo'n poort waardoor een nieuw leven gecreëerd wordt. Letterlijk die ziel die indaalt in de fysieke vorm, zeg maar. En dus dat creatieproces van een kind, dat is hetzelfde creatieproces als... Horen jullie me nog? You're messing with me, woman! Kijk die boom dan. Dan zegt Chris, hou me op met praten. Het is goed. Stop talking! Oké, so anyway. Shh. I'm talking. Ja, yeah, it's really important. Okay. Ik heb de wind even uitgezet. De godin even gevraagd of ze iets minder wild wil zijn, maar nee, wil ze natuurlijk niet. Maar wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dus dat de baarmoeder is die poort van creatie om een kind te scheppen, maar is dus ook de poort van creatie om nieuw leven te creëren in de breedste zin van het woord. Dus daarom vind ik het zo cool wat er nu dus ontstaat is, wat ik altijd ook al heb gevoeld en zelf zo heb beoefend, is hoe kunnen we business, dus ondernemen, verbinden met onze seksuele power. En het is natuurlijk een en dezelfde, want je business gaat over het creëren, waardevolle content creëren, zoals het noemen. Maar het gaat ook over jouw missie, jouw ideeën, jouw visie gaan manifesteren in een vorm. Dus in de ideeënwereld, zoals Plato het noemt, in de ideeënwereld is field of infinite possibilities. En je kan dus uit die oneindige mogelijkheden kun je een idee tappen. En dat is wat we inspiratie noemen. Dat komt binnen via je kruiden. Dat tap je zo in. En vervolgens is het de kunst, hoe ga je dat dan in een vorm manifesteren? En heel veel mensen leven alleen maar, die hebben heel veel ideeën, maar doen nooit echt iets. Dus hoe kan je dat helemaal door dat kanaal van je lichaam gaan laten indalen? En daarvoor hebben we dus dit lijf nodig. Want ik zeg, de baarmoeder is die poort. En de baarmoeder is echt fucking awesome daarin. En we kunnen helemaal die energie van de baarmoeder gebruiken. Mannen kunnen dat trouwens ook. Maar ik krijg nu heel even eerst de vrouw, omdat wij die echt fysiek in ons lijf hebben. Maar ons lichaam is ook die poort. Dus we hebben het lichaam nodig om ideeën in vorm te manifesteren. Om ideeën te laten incarneren. En... Ik schrijf nu dus elke week liefdesbrieven van de godin aan mijn muzes van overvloed. De mensen die mijn openbare livestreams en video's supporten met een kleine bijdrage. Die krijgen elke maandag een liefdesbrief van de godin. En daarin schreef ik ook, vanuit de godin tap ik in op die energie. En ik schreef van, I need you, I need you. En ik schreef een heel kort stukje ook op mijn tijdlijn van dat gedicht waarin de godin zegt, ik heb jou nodig. Het leven zegt, de hemel zegt... Ik heb jou nodig om te kunnen manifesteren in een vorm. Ik heb jouw handen nodig om te bouwen wat ik wil bouwen. Ik heb jouw armen nodig om hallo beestje. Kijk dan. Oh. That's so cute. Da, 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 da. Kijk hem dapper zijn dan. Wee! In de livestream. Yay! Ja. Zo in zichzelf worden spreken. Dan dacht je, die is niet helemaal wijs. Helemaal niet helemaal normaal. NK of zoiets. Maar, ja. Tegenwoordig kan het allemaal, hè? Echt contact, daar doen we niet meer aan. Loop even wat mensen langs. En loop even gezellig beestje langs. Anyway, jij mag weer even op de grond. Want anders leidt je me een klein beetje af. Sorry about that. Dus de godin die zegt, ik heb jou nodig, ik heb jouw lichaam nodig, ik heb jouw mond nodig om woorden te kunnen geven aan de boodschap. Ik heb jouw lijf nodig om, ik heb jouw hart nodig. Nou ja, zo. Dus wij zijn letterlijk een kanaal van liefde. Een kanaal
kanaal om die energie doorheen te laten stromen. Een channel. Dus channelen is niet zo heel erg ingewikkeld als je maar bereid bent om... ook wel ingewikkeld, maar niet in de mind. Als je maar bereid bent om je lijf te openen en een kanaal voor liefde te zijn, een kanaal voor inspiratie te zijn, een kanaal voor creativiteit te zijn. Dus inspiratie, creativiteit, liefde, seksualiteit zijn één en dezelfde energie. Levensenergie is seksuele energie, zoals ze dat in de tantra zo mooi zeggen. Maar wat de fuck betekent dat nou? Wat betekent dat? Hoe dat? Maar dus zolang we een blokkade hebben op onze seksualiteit, kan ook die creativiteit en die inspiratie niet vrij door ons heen stromen. Of krijgen we juist heel veel downloads, heel veel inspiratie, maar kunnen we niet... Ik had vroeger altijd het gevoel, ik tapte dat allemaal wel in, maar het voelde, ik heb geen handen en voeten om te manifesteren, om het hier te gaan bouwen. Dus waar in jouw lijf zitten die blokkades? Waar in jouw seksualiteit zitten die blokkades? Durf je expressie te geven? En in de tantra zeggen we altijd, er zijn drie belangrijkste pilaren van bewustwording en expansie in seksualiteit en dus ook in het leven. En dat zijn drie dingen. En de ene is meer ademen. Twee is meer bewegen. Drie is meer geluid. Want we zijn allemaal zo contracted in onze mind. Achter onze computertjes. Dus wat als je weer ruimte mag gaan ervaren. Mag gaan dansen. De wind mag gaan voelen. Je lijf mag gaan bewegen. Vooral ademen. Want door onze adem, daar zit ook die levensenergie. Zit letterlijk in onze adem verstopt. Dus als we... zo gaan ademen. Hoeveel leven en passie en extase verwacht je dan? Dus expansie, je hart openen, je lijf openen. Ademen en geluid maken. Want met ons geluid kunnen we ook beweging geven aan energie. Zo, dat was even mijn rant over, ik weet niet wat, ik noemde het Yoni geloof ik, maar het wordt altijd iets anders. Daarom kunnen mijn luisteraars beter geen titel hebben. Wil iemand daar iets over delen, zeggen, vertellen, vragen, whatevs. Want ik ga zo even lekker wandelen, even lekker een kopje koffie drinken, want ja, ik zit weer vol in mijn verslaving. Maar dat geeft niks, want ik geniet ervan, dat is het allerbelangrijkste. Fuck alle oordelen over alles wat we, auw kak, hoe komt het zeer? Of alles wat we niet denken. Oh, ik zit echt op een eikeltje of zo. Nature is playing with me. In my butt. Poking me in the butt. Christa. Ik ben hier. Zet die telefoon nou uit en voel me nou eventjes. Oké. Ik ga even lekker van de boom genieten. En ik ga even lekker opdrinken. En dan vanmiddag lekker livestreamen in de Shapeshifter groep. En voor wie het nog niet gelezen had. Oh my god, we gaan dus de Shapeshifter groep is dus die groep over vrouwelijk leiderschap, over alles waar ik niet over deel. Heilige seksualiteit, levensenergie laten stromen en vanuit flow en extase gaan creëren. En we gaan nu dus die groep voortzetten, 3 maanden lang met een groep vrouwen. Deze keer zijn er echt maar 12 plekjes, want we gaan ook live ontmoeten. 5 tempelavonden waarin we helemaal in die sacred space, in die womb space met elkaar gaan landen en aarden en... ja, onze vrouwelijke sensualiteit gaan wakker maken. Maar niet alleen dat, ook kijken naar de pijn die daarop zit. Want ik kan wel heel vrolijk hier la 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 la, extase roepen. Maar zoals ik aan het begin van deze livestream ook al zei, ik ken ook de diepe pijn daarvan. En ik maak ook zelf steeds weer die reis daardoorheen. So I know, it's fucking scary. Ik heb het nu misschien 100 keer gedaan. Dus ik kan er een beetje over ratelen en misschien jullie zeker weten in meenemen. Maar dat verandert niks aan dat ik ook nog steeds die collectieve pijn van het vrouwelijke voel. En ja, ik ben zo afgeleid. Maar wat ik eigenlijk dus daarover wil vertellen is... vooral dat ik dus ook die verantwoordelijkheid zelf kan en wil nemen. Horen jullie me nog? En dat ik dus voel hoe ik mijn eigen lichaam heb misbruikt. Dus we kunnen als vrouw kunnen we de mannen veroordelen van hoe ze ons misbruiken en gebruiken... Jezelf, girlfriend. Dus wat doe ik om in contact te komen met mijn Yoni? Hoe ga ik eigenlijk met mijn Yoni om? Ik had laatst een hele fijne zusteravond waarin we daar ook weer over deelden. En ineens ook een vrouwtje van ja, hoe veeg ik eigenlijk mijn Yoni af nadat ik geplast heb? Mm-hmm. Heb je daar wel eens over nagedacht? Doe je gewoon plassen met een hard wc-papiertje eroverheen? Of heb je haar liefde voelt hoog en zeg je dankjewel dat je weet ik veel wat, weet je. Dus overal kan je een klein momentje van maken met jezelf. En hoe kan ieder detail van je leven helemaal in zachtheid komen?
En ook dus nog wat ik wilde zeggen. Ja, dus in plaats van anderen te veroordelen en te verwijten wat ze ons allemaal wel of niet geven. Zelf de weg naar binnen te gaan en te gaan kijken van hey, hoe heb ik eigenlijk mijn yoni misbruikt? En ik merk dus hoe meer ik in contact kom met haar, hoe meer ik dat kan gaan voelen. En ook die diepe rouw en pijn daarvan nog steeds kan voelen van hoe ik haar heb misbruikt om mij maar even om die quick fix te krijgen, om maar even lekker geld te zijn, om maar gewoon even lekker te seksen, om maar even uit mijn hoofd te kunnen, om me maar geliefd en gezien te voelen, om maar te kunnen ontspannen in mijn lijf. Voor al die dingen heb ik mijn yoni gebruikt en het was heerlijk. And she gave it to me with so much pleasure, like oh my god, full body orgasms. You know, it's lovely, maar en daar mogen we ook van genieten, maar. Ook daarin is die wederkerigheid, die lemniscaat. Wat heeft mijn yoni van mij nodig? Hoe kan ik haar voeden? En dus letterlijk, de yoni is de seksualiteit. De yoni is de aarde. Is het vrouwelijke, is het goddelijk vrouwelijke, is de godin. Is de poort naar de andere zijde. Dus hoe ik omga met mijn yoni is hoe ik omga met de aarde. En dus ook in mezelf dat onderscheid gaan maken van, kijk, ik ben een vrouw. Ik ben een godin. Ik ben vrouwelijke, godinnelijke kracht. Ja, true, true. Maar ik ben ook gewoon Christa. Ik ben ook gewoon een mindfuck. Ik ben ook gewoon een ego. Ik ben ook gewoon een deel dat getraumatiseerd is. En vanuit trauma en ego om me heen gaat graaien. Om maar te krijgen wat ik, om maar even die quick fix en die feel good te krijgen. Of die comfort te krijgen. Ik ben ook gewoon een vrouw die gaat manipuleren. Dus ook die schaduwkant van mezelf te ownen. En in plaats van naar de buitenwereld te wijzen. Misbruik van mijn seksualiteit, te kijken naar mezelf. Waar is het schaduwdeel in mij dat misbruik maakt van het goddelijke deel in mij? So, all is related. En op het moment dat ik dat ga doen, kan ik zelf helemaal in die heilige relatie met mijn yoni komen en weet ik precies wat ze nodig heeft. En weet ik, als ik er helemaal intap en helemaal inzak, weet ik dat het waar is dat ze een heilige poort is naar de hemel. Betekent niet dat we niet meer lekker gauw mogen zijn, zeker wel. Maar die lemniscaat, steeds die verbinding maken tussen hemel en aarde, hemel en aarde. En dat is sowieso waar we nu in deze tijd heel erg mee bezig zijn, is dat spirit en body, hoe noem ik het, sex en spirit, weer met elkaar in verbinding mogen komen. Weet je, religie, de kerk heeft het afgescheiden. Het vlees is slecht en het geestelijke is het goede. Maar we mogen helemaal weer het goede in alles laten doorcijpelen. Het heilige mag weer helemaal incarneren naar het seksuele. En dan, maar daarvoor moeten we dus wel bereid zijn steeds die reis te maken. En steeds weer opnieuw het geile, het snelle, de quick fix te offeren. Aan het altaar van de liefde te offeren en bereid te zijn het helemaal kwijt te raken, helemaal los te laten. Zoals ik nu ervaar van, ik kan geen geile, snelle, quick fix seks meer hebben. Gewoon mijn lijf is gewoon, nee! Dus dat te offeren, bereid te zijn die reis naar de onderwereld te maken. Die reis naar het goddelijke te maken. En zeggen, oké, hier, ik offer mijn seksualiteit. Ik offer mijn neediness. Ik offer mijn om me heen graaien. Ik offer mijn vrouwheid hier. En dan kan die heiligheid, helemaal terugkomen erin. En dan, wat het grappige is, in de vorm, als je er naar kijkt van de buitenkant, kan er precies hetzelfde uitzien. Maar dat is dus zo. Maar in de energie is het totaal anders. Is het hart erbij aanwezig? Is de heiligheid erin verweven? En dat is dus zo grappig als je naar plaatjes kijkt van. Ik zeg altijd wel eens, jeetje, als ik foto's zou maken van wat er in de Tantra tempel gebeurt, dan wil ik echt gewoon de dirty playfaces niet doorvertellen. Wat er in die tempel gebeurt. It is a secret. It should be a secret. Want als je daarnaar kijkt van, met het oog van de mind, met het oog van de ego, van het ego, dan zie je gewoon porno bijvoorbeeld. Of dan zie je naaktheid. Of dan zie je weet ik veel wat. Dus als je daar met je objectiverende ego mind naar kijkt, zie je dat. And you will lose the whole fucking point. Dus daarom is het behind the curtains in the sacred temple. Nobody knows what happens in there. En je mag alleen de tempel betreden als je in contact bent met je hart. En dat is dus letterlijk de Tantra Playfaces tempel. Maar ook de tempel van mijn vrouwenlichaam. Je mag alleen de tempel betreden als je kan kijken met de ogen van je hart. En als je hart erbij aanwezig is. Otherwise, it is... Ja, anders zou ik dat toch echt wel abuse willen noemen. Dat is volgens mij waar abuse over gaat. Dat is waarom zoveel vrouwen zich misbruikt voelen. En het is niet omdat die mannen nou gemene misbruikers zijn. Maar omdat we zelf in ons ego-bewustzijn zitten. Dus mannen en vrouwen zijn misbruikers van
de tempel van de heilige seksualiteit. We nemen. Mannen en vrouwen zijn misbruikers van deze tempel. Deze Pachamama tempel. Onze heilige moeder aarde die ons voedt. En it is in her nature to be abundant and juicy and alive. So she gives even more. She is our mother. She loves us so fucking much. So... Zij zal niet stoppen met geven. She is abundant. But if we take, and if we keep on abusing her, then at some point she will be raging with anger and pain. Dus dan hebben we vulkanen en stortvloed en tsunamis en droogte en... Because the goddess is fucking angry and the goddess is in pain. Like my yoni is in fucking pain. And I know it's collective and it's not just me. So, ik weet niet waarom ik in het Engels begin te praten. Maar dat gebeurt dan gewoon af en toe even kas. Dan gaan we weer over naar Brabant. Ik kan hier nog uren over praten, maar dat ga ik niet doen. Want ik moet hierover praten met mijn sisters in de shapeshifter groep. Want er is nog lots more wisdom to be shared. In plaats van gewoon gezellig anoniem mee te kijken, daag ik je nog eventjes uit om eventjes een comment te plaatsen. En te vertellen wat je van deze livestream vindt. En vooral ook heel veel likes te plaatsen. Because, you know, dan hebben we contact. Anders zit ik in het licht te lullen. En anonieme meekijkers, no fun at all. So, en vooral als je nu zit te kijken. Je zit nu dus te kijken. En ik nodig je uit van, hey, laat je even horen. Typ even iets. Doe gewoon even... dat duimpje klikken. We hebben contact, hè? Ik vraag je nu om dat te doen. En jij zit daar met je armen over. Geen zin in. Doe ik gewoon niet. Geen zin in. Maar als dat je relatie is met mij, dan is dat je relatie met het fucking leven. Hallo, spiegeltje. Dus, are you participating? Are you turned on? Tapped in? Saying yes. Oh my god. Because this could be... Dit contact hier nu, hè, zou echt het meest orgastische contact ever kunnen zijn. Je zou nu meer altijd, je zou nu gewoon in fucking extase kunnen zijn, ja? Als je bereid zou zijn om op yes te klikken, om op duimpjes te klikken en zeggen... I want this, I like this, I love this, I love every second of this life, yes. So I don't know why you're not doing that right now, but okay, never mind. Gert-Jan, true. Het is, ja, goed zo, fijn, hè? Eén fucking duimpje. Eén persoon in deze hele groep mensen die zegt, ja, ik wil leven. Awesome. Oké, twee personen. Good. Anyway, Gert-Jan, klopt, het was meer voor vrouwen. Maar natuurlijk ook voor de mannen. Want we zitten samen in dit schuitje van fucked up sexuality. Van abusing our mother earth, our pachamama. Abusing our own sexuality. Oh my god, knowing the full power of our own creative force. Het geldt net zo goed voor mannen. Ik doe nu even één reisje met vrouwen, want ik voel dat dat wezenlijk is in mijn eigen proces, maar ook in het collectief. Even, want sommige stukjes van onze reis kunnen we gewoon alleen maar met onze eigen geslacht doen. En sommige stukjes van onze reis kunnen we alleen maar met elkaar doen, right? Dus ik doe even een loopje met vrouwen. En ik voel ook heel erg vanuit helemaal die verbinding met onze womb space, onze yoni, onze sacred sexuality. Vanuit daar weer in verbinding gaan met de mannen. Because then we know who we are. We are a powerful force. En dan kunnen we dat gaan delen met de mannen vanuit kracht. In plaats van te zeggen vanuit dat manipulatieve kring dat zegt... Jij geeft me niet wat ik nodig heb. Guilty as charged, weet je. Maar laten we dan naar binnen gaan en laten we dan voelen wat hebben we dan nodig. Laten we onze power claimen en vanuit daar in verbinding gaan met de mannen. Because they have no fucking clue either. So let's remember, oké? Okay? Mayuri, yay, you want to be alive. That's good, I know you do, girl. Awesome. Ik ga eventjes genieten hier van de heerlijke boom. En van de natuur. Kijk. Dat is ook, hè. Mijn quote, chillen is het nieuwe ondernemen. This is it. Chillen bij een boom. Ik ga even lekker wandelen, kopje koffie drinken. En dan lekker livestreamen in de Shapeshifter groep. Life is good. Oké, lieve schatjes.